Bubur candil is an Indonesian stuche, hemak van kleef rice meal, palm sauker of gula jawa and kokos melet. The stuche is popular of Java and have an andere naam jenang grendul. Het wordt vaak geserveerd als voorgerecht bij het verbreken van het vasten tijdens de Ramadan. Geniet van het kijken. Hoi allemaal, welkom bij Dapurnya Mevrouw. Het kookkanaal waar ik lekkere recepten met je deel. Wil je nooit meer mijn recepten missen? Abonneer je dan zeker op mijn YouTube kanaal en dat is gratis. Druk dan ook meteen op het belletje, want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Doe een halve theelepel zout bij 250 gram kleefrijsmeel. Even goed mengen en voeg daarna beetje bij beetje 200 ml lauwwarm water toe. Knead it tot een deeg. Maak er daarna balletjes van. Voeg 1 liter water aan 200 gram gula jawa toe. Kook het totdat de gula jawa opgelost is. Je kan hierbij ook 3 pandan blaadjes toevoegen. Zeef daarna het geheel en breng het aan de kook op middelhoog vuur. Doe dan de balletjes erbij. Kook het totdat de balletjes hard zijn.
los in eetlepel rice meal and in eetlepel clef rice meal op in 50 ml water. Duhet terna erbai en ruret tot de vloeibare gula jawa wat dikker is. Doe 200 ml kokosmelk in een pan. Voeg daarna 100 ml water en een snoefje zout toe. Je kan hierbij ook een pandanblaadje toevoegen. Breng het aan de kook en blijf roeren op middelhoog vuur. Dit toetje kan zowel warm of koud gegeten worden. Bedankt voor het kijken!